Ja, en zoals jullie al hoorden, he, Karin ook al aan de telefoon, maar dat doet er helemaal niet toe. Ik heb hier een pannetje. Ja, dat zien jullie, hij is leeg. Maar, mijn kippetje. En zo ziet mijn pokebol eruit. Onder alles wat jullie zien, daar ligt rijst. Nou, jullie zien een eitje, jullie zien een tomaatje, jullie zien ananas, jullie zien een kippie en jullie zien een spersieboontjes. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Weesterboel. Het is vandaag alweer reeds vrijdag de 17e van de 2023. En we leven alweer om 15:35. Ja, ik ga zo meteen weer even mijn hondjes uitlaten. Ik heb boven alweer heel wat gedaan. Ik ben met een was bezig geweest. Ik heb een telefoontje gehad en... Nog een keer een telefoontje gehad en mijn appbericht eventjes doorgekeken boven tot ik denk van ja, ik ga eens wat doen. Ja, nou, dat heb ik gedaan. En dan ben ik, ja, ik moest ook nog naar het toilet toe, maar ja, dat doet iedereen wel. Ja, dus, maar in ieder geval, ik ga even met mijn meisjes naar buiten. Het is vreemd weer, dan weer zon en dan weer bewolking en dan weer zon. En dan denk je weer, van er komt een schip met zure appelen aan. Ik weet het niet hoor. Nee, ik zal eens even kijken wat buienradar zegt. Daar zie ik niks staan. Nee, droog. Helemaal droog, geen blauw streepje te zien. Dus, en ik zie alweer een appje, dus ook, ja, oh, van mijn lieftallige dochter. Ja, dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen gewoon geniet van jullie dingen. En ik ga denk ik straks wat lekkers klaarmaken. En als ik dat ga doen, als, dan laat ik jullie allemaal even zien wat ik ga maken. Ja, komt helemaal goed. Ik moet sowieso rijst koken en kip koken. Ja. Dus ja, dan gaan we lekker eens een lekker maaltijdje van maken. Ik denk dat het moet koud gegeten worden. Ja, dan denk je, hè? Rijst koud, kip koud. Oké, nou ja, denk maar lekker even na, zou ik zo zeggen. De rest zien jullie straks wel. Als ik het al ga maken. Dus, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. 44 rijen bij je hoofd. Ja, en zoals jullie al hoorden, he, Karin ook al aan de telefoon, maar dat doet er helemaal niet toe. Ik heb hier een pannetje. Ja, dat zien jullie, hij is leeg. Maar, mijn kippetje. Ja, die zullen we even openen. Zo. Heb het daar. Maar wil het nou niet helemaal open scheuren? Kom op. Zo. Voilà, dan kan dat zo meteen weg. En dan pakken we een zout. Voilà. Nee, even mijn mandje pakken. Oh, misschien ik het niet. Pepertje. Zo. Voilà. En dan kan die weer terug. Zo, water erop. Ja, moet water op, hè? Ja, echt waar. Zo, nou, voilà. Die staat daar. Nee, dat krijg je niet. Nee, dat gebeurt me niet dan. Nee, die gaat weg.
In de bak. In de bak, bak, bak. Ja, dat is bij mij in de bak. Zo, weer heel snel op de A9, maar god. Zo dan. Eigenlijk moet ik eigenlijk weer eens een keer een pakje boter gaan. Oh. De windstoten. Ja, ik begrijp je. Geef ze daar antwoord op? Ja. Oké, okay, even hoe, hoe hard waait het? Of Amsterdam of IJmuiden? Ja. Oké, nou dat gaan we dan eventjes doen. Eventjes. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ik hou jullie op de hoogte qua kokerellen. En het komt allemaal goed. Ik ga even wat voor elkaar in doen. En ik zou zeggen, tot later. Nou, zoals jullie zien, ligt daar mijn kippie. Ja. Voilà. Dat moet even afkoelen. En dan kan het in kleine stukjes. Daar heb ik het water nog staan. Ja, en ik gooi er altijd dus een klein beetje... Normaal. Vroeger was het gewoon een stukje boter. Dan kookt het niet over. Ja, en ik heb geen boter meer. Dus dan doe je dat erin. Ja. Maar dan heb ik hier een zakje met rijst. Ik kan geen andere rijst koken, want dat mislukt bij mij. Ik ga die koken. Ja, ik doe er nog wat water erbij. Anders heb ik te weinig. Gewoon mijn kipwater met de kruidjes, zout en peper. En ik doe er wat water bij. En dan zet ik dat ook weer op tot het klaar is. En dat moet gewoon afkoelen, moet koud worden. Ja, dus het komt helemaal goed. Dus ik hou jullie weer verder op de hoogte. En zo ziet mijn pokebol eruit. Onder alles wat jullie zien, daar ligt rijst. Nou, jullie zien een eitje, jullie zien een tomaatje, jullie zien ananas, jullie zien een kippie en jullie zien spersieboontjes. En ook zit er wat van dit spul erin. Ketjapmanis. En dan niet de zouten, maar de zoete, want de zouten dat vind ik niet te pruimen. Nee, maar wie ben ik? Dus ja, dat gaan we lekker opeten, zou ik zo zeggen. Dus ik ga lekker genieten. En tegen degene die ook wat later zijn dan net zoals ik met eten, zou ik zeggen, smakelijk eten, bon appétit en een hele fijne avond gewenst. Doedelidokies. Ja, lieve vrienden, jullie zien het alweer. Ik heb mijn weer warm aangekleed om buiten toe te gaan. Het is buiten 9 graden, maar de gevoelstemperaturen zijn 5 graden. Dus de handschoenen gaan ook weer aan om naar buiten toe te gaan. Ja, want ook die hek om, want het is mij te koud. En daarna gaan we alweer naar bedje. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen en uiteraard... Gezond aan jullie bed zien te komen. Ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht.